Universiteit van Nederland. Hoe kan het toch? Je zit helemaal vol. Ik kan gewoon deze vette hap niet meer naar binnen krijgen. Als het niet hoeft, dan eet ik liever niet verder. Dan moet ik gewoon straks over mijn nek. Maar een toetje past er altijd bij. Om uit te leggen hoe dat kan, doen we een Amerikaans onderzoek na. In deze aflevering schotelen we een proefpanel macaroni met kaas voor. Tot er geen hap meer bij kan. Heb je nog ruimte voor nog hap? Liever niet. Oh, ik krijg helemaal buikpijn ineens. Maar als we dan met een bolletje ijs aankomen... Ja! Oh, is dat karamel? Hier neem ik graag een hapje van. Ja, nu heb ik wel zin in. Waarom heb je altijd plek voor een toetje? De Universiteit van Nederland zoekt het uit met voedingspsycholoog Remco Havermans. Het is natuurlijk niet echt dat je echt een gaatje hebt of een apart plekje in je maag of een submaagje waar nog een toetje in past. We duiken in de geschiedenis van toetjes met historicus Kim Beerde. Maar we beginnen in de keuken met scheikundige Marten Walvoort, gespecialiseerd in de chemische superpowers van suiker. Waar suikers heel goed in zijn en die dus ook vaak gebruikt wordt in toetjes, is de reactie karamellisatie. We zetten de scheikunde aan het werk en maken vandaag karamelsaus. In ons chemielab, eigenlijk de keuken, starten Marten en redacteur Eliane met een chemisch proces, waarbij ze suikermoleculen omzetten in heerlijke karamel. De suiker gaat in de pan. Ik heb nu 200 gram afgewogen. En je kunt karamel dus droog maken eigenlijk, maar nat is fijner. Dus dan doen we er een klein beetje water bij, zodat je een soort van suikermengseltje krijgt. 4 eetlepels water erbij en roeren maar, totdat het een klein beetje begint te borrelen. Vanaf 160 graden begint eigenlijk pas de reactie van karamellisatie. Dus nu dat suiker, dat is allemaal wat we noemen kristalsuiker of sucrose. Kleine moleculen die eerst uit elkaar gaan vallen bij 160 graden pas. Dan krijg je een wat romigere smaak, een beetje boter, zoals fruitig ook wel een beetje proeft hij dan. En als het iets warmer wordt, dan gaat dus de afbraakproces gaat nog wat sneller. Dan komen er dus weer nieuwe moleculen vrij die dus een mooie karamelsmaak hebben. En in het begin zijn ze een beetje zoetig, een beetje nootachtig, een beetje roomachtig. En daarna worden ze meer karamel. Dat is ongeveer bij 180 graden dat je het mooiste karamelsmaak krijgt. Nou ja, als je dan naar 190 graden gaat, begint hij al wat bitterder te worden. En dan kleurt hij ook heel donkerbruin. En boven de 190 graden, dus 200 graden, dan ben je hem eigenlijk gewoon aan het verbranden. Dus dan ben je suikers gewoon volledig kapot aan het maken. En dat maakt karamel maken dus ook heel een spannende reactie om te doen. Omdat het bij een bepaalde temperatuur heel lekker wordt. En net daarboven, dan ben je toch, dan kun je opnieuw beginnen. Die losse suikermoleculen veranderen dus van smaak. Terwijl Marten en Eliane zich verder buigen over dit chemische proces, gaat ons proefpanel aan tafel. We schotelen ze de eerste reusachtige hoeveelheid smeuige macaroni en kaas voor. Alright, het is echt lekker allemaal. Het is lekker vettig. Het is lekker hartig. Kom op, nog even dooreten. Daar kan nog best een hapje bij. In het chemielab begint het ondertussen al heel lekker te ruiken. Ook wel een beetje gebakken koekjes. Zo'n koekjes aan het bakken. Ja. Nou, we zitten nu bijna bij 170, dus het gaat hard nu. Je ziet hem ook, hij is mooi aan het kleuren. En het is dus niet nodig om nu nog te roeren. Het is zeker niet nodig om te roeren en ook wel afgeraden, alleen al omdat het zo heet is. Je wil hier geen spetters van op je vingers krijgen. En ook als er spetters aan de zijkant van de pan komen, kan het dus heel makkelijk aanbranden. Dus je kunt het beste je mengsel met rust laten. Totdat de karamel lekker bruin is, bij zo'n 180 graden. Is het nu klaar om over het ijs te gaan? Nou, als je dit zo gebruikt, een soort van karamelstroop is het eigenlijk. Het is superheet. Dus als je dit over je ijs gooit, denk ik dat het gaat smelten, je ijs. Dat wil je natuurlijk niet. Dus je wilt eigenlijk een beetje afkoelen. Maar het probleem met die karamelstroop, als het gaat afkoelen, wordt echt keihard. Dat is echt ook zometeen lastig uit je pannetje te bikken. Je kunt het beste even dan gewoon in water laten. Dus wat wij gaan doen, is we gaan er een romige saus van maken. Ondertussen duiken wij de kookboeken in met historicus Kim Beerde. Want aten wij mensen altijd al toetjes? Een voorbeeld van hele vroege toetjes zijn Romeinse toetjes. Het interessante is dat bij de Romeinen lopen zoet en hartig veel meer door elkaar heen. Dus we weten wel van een Romeins nagerecht uit de Satyricon. Dat is een grappig, overdreven bedoeld boek.
Wat je daarin ziet, is dat er bijvoorbeeld als nagerecht varkensvlees gezoet met rozijnen op tafel komt. Dus dat is misschien niet wat wij zouden verwachten. Wat je verder ziet, een van de eerste kookboeken die door een Apicius geschreven zou zijn, ook een Romein. En wat we daar zien, is dat we allerlei toetjes krijgen. Zoetigheden wordt dat genoemd. En dat is een mix tussen honing en daar ook vaak in combinatie met peper. Dus ook een beetje een onverwachte combinatie, maar ja, wel wat wij ook misschien wel lekker zouden vinden. Nou, en verder bij de Romeinen zie je allerlei fruit als toetje. Dat is natuurlijk ook zoet. Kweepeer is een leuke. Nou, gedroogd fruit zoals rozijnen. Maar je kunt ook zeker denken dus aan noten. Amandelen waren heel erg populair. Eieren als toetje. Dus heel veel combinaties van wat er allemaal mogelijk is als een soort nagerecht. Eieren als toetje. Nou, geef mij dan maar ijs. In de keuken wordt de laatste hand gelegd aan onze scheikundige karamelsaus. Daarvoor gaat er lauwe melk en boter bij de karamel. Eliane zet alvast even het ijs klaar, want het gaat zo meteen heel snel met die saus. Zijn we er al klaar voor? Ja, 186. Dan halen we hem even van het vuur af, want anders gaat hij nog verder. Zie je? Dan gaan we even voorzichtig. Karamelsaus begint spontaan te borrelen terwijl Eliane rustig verder roert. Beetje bij beetje voegt Marten de rest van de slagroom toe. En de boter. Nou, dan kan de boter mooi nog even smelten. Zodra de boter is opgelost, is de saus klaar om over het ijs te gaan. Oh, dat ziet er heel lekker uit. Mm. Ik vind dat dus zo gaaf dat je dus met de chemische reacties, nou, in dit geval karamelisatie, eigenlijk gewoon suiker en slagroom, ja, als je die samen eet, proeft het helemaal niet naar karamel. Maar nu, door dat karamelliseren, dat je dan die karamelsmaak erbij krijgt. Heel lekker. Fascinerend hoe je door suikermoleculen kapot te maken een heerlijke romige karamelsmaak krijgt. Complimenten voor de chemie. Onze proefpersonen hebben hun eerste bord macaroni en kaas op. Klaar voor gang 2. En wat krijgen ze? Nog een bord met macaroni en kaas. Oh nee. Mac and cheese. Nog meer mac and cheese. Nee. Oh, hier heb ik echt zo geen zin in meer. Ik kan gewoon deze vette hap niet meer naar binnen krijgen. Omdat het gewoon zo cheesy, zo vet is. Dan moet ik gewoon straks over mijn nek. Dus dat ga ik niet doen. Wat er gebeurt is, mac and cheese is heerlijk. De eerste 3 happen. Maar het is heel saai, eentonig. Qua structuur, textuur, maar ook smaak. Het is heel zoutig en wat zacht. En dus na 4-5 happen raak je daar al heel snel verveeld voor. En dat wordt dus ook weer geregistreerd in je brein. Dat is de amygdala, de amandelkern in je temporaal kwab. Die houdt bij van, goh, wat vinden we hiervan? En nu? En nou, hoe vaker het een en hetzelfde wordt herhaald, des te minder aangenaam we die prikkel, die smaakprikkel eigenlijk van de mac and cheese gaan vinden. Dus dan zeggen we heel snel van, nou, stop er maar mee, ik zit vol. Ik zit nog niet echt vol, je kunt best nog wel wat eten, alleen absoluut geen mac and cheese meer. Dat is echt genoeg, klaar. Dat vervelingseffect is al uitgebreid onderzocht door wetenschappers. Die studies zijn gedaan in de begin jaren 80 door professor Barbara Rolls. Barbara gaf haar proefpersonen worstjes te eten en de instructie erbij was, eet er zoveel van totdat je het gevoel hebt dat je vol zit, dat je er genoeg van hebt. En dat deden die proefpersonen braaf. En daarna kwam Barbara dan weer binnen, die nam de overgebleven worstjes weer weg. En dan zei ze tegen de proefpersonen, oké, we hebben nu nog een tweede maaltijd voor je. En dat kon of iets totaal anders zijn, of weer opnieuw precies dezelfde worstjes. Nou, in het geval dat er precies dezelfde worstjes weer op tafel werden gezet, nou, begonnen de proefpersonen al te zuchten van, moet ik dat weer gaan eten? Nou, kijk maar, zei Barbara, zie maar hoeveel je ervan op kunt. Nou, veel minder worstjes natuurlijk, want die worstjes waren ze inmiddels beu. Daar zaten ze vol van. Maar als er iets anders op tafel werd gezet door Barbara, nou, dan begonnen ze gewoon weer te eten. Bijna net zoveel calorieën als dat ze hadden gegeten bij die eerste maaltijd aan worstjes. Als het maar iets anders was, een andere smaak uit, andere textuur, maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het dan is. Ons proefpanel zit dus vol als het gaat om smeuïge macaroni en kaas. Maar is er nog ruimte voor dat toetje? We zetten ze een bord ijs voor. Met de vers bereide karamelsaus van Marten en Eliane natuurlijk. Ja! Oh, lekker. Ja, maar ik was er niet. Kijk nou hoe het eruit ziet. Het is zo glimmend en juicy en zo'n tegenstelling met die mac and cheese eigenlijk. Iets anders dus.
Ja, daar gaat het om. Hebben we dan toch geen toetjesmaag? In zekere zin bestaat dat wel, maar het is niet echt dat je echt een gaatje hebt of een apart plekje in je maag of een submaagje waar nog een toetje in past. Dat heeft puur en alleen te maken met dat vervelingseffect. Dus als je telkens iets hartigs, iets zouts hebt gegeten, daarna heb je echt nog wel plek, ruimte voor je gevoel, voor iets zoets. Andersom, als je telkens iets zoets hebt gegeten, dan heb je daarna vast ook wel iets ruimte voor iets hartigs. Dat werkt de andere kant precies zo. Dat we te veel van hetzelfde eten snel beu zijn, is best handig. Wij zijn alleseters en het is voor ons belangrijk dat we dus ook van alles en nog wat eten. Om aan al die verschillende voedingsstoffen binnen te krijgen voor ons dagelijkse functioneren. Het is dus belangrijk dat we heel veel verschillende dingen eten. En die verveling, die vervelingsgevoeligheid, juist ook voor eten, die helpt ons daarbij. Dus eet je macaroni met kaas, zit heel veel energie in ieder geval. Maar als we daar op een gegeven moment voor zijn verzadigd, verveeld voor zijn, dan is het goed dat we ook weer iets anders willen gaan eten. Om ervoor te zorgen dat we zo gevarieerd mogelijk eten, want dat is beter voor ons dagelijks functioneren. Al is een dieet van macaroni en kaas en ijs misschien niet echt aan te raden. Dankjewel Remco voor de uitleg, Marten voor de chemie achter de karamelsaus en Kim voor de lesgeschiedenis. Ons testpanel geniet nog even van het ijs. Ik heb wel een beetje brainfreeze. Maar het zag wel heel lekker.